Vaak begint de vergadering opgewekt en vol goede moed. Maar na die opening wordt er een rondje gemaakt. Een rondje om te horen wat iedereen ervan vindt. En dan zakt de energie weg en de moed in onze schoenen. Of er zit wel heel veel energie in de vergadering, maar het is heel chaotisch, heel onoverzichtelijk en dat is ook niet de bedoeling. Ik heb 3 verrassende werkvormen die zorgen voor meer duidelijkheid en meer energie in de vergadering. De eerste verrassende werkvorm die ik zou willen aanraden is gebruik te maken van de flipover. De flipover methode zorgt ervoor dat mensen letterlijk uit een stoel komen, in beweging komen en zelf aan de slag gaan. En het bespaart ook nog eens tijd. Hoe werkt het? Je vraagt iedereen om naar voren te komen, een stift te pakken en op de flipover die klaar staat op te schrijven wat bijvoorbeeld de argumenten voor en de argumenten tegen zijn. En in 1 oogopslag kan daarna iedereen zien wat de belangrijkste argumenten voor of tegen zijn en kan de discussie daarna de diepte in. Wil je toch heel graag een rondje maken langs alle deelnemers? Vervang het rondje dan door de 1 minuut pitchronde. Als voorzitter moet je natuurlijk wel goed de tijd in de gaten houden. 1 minuut is 1 minuut. Daarna mag een andere deelnemer spreken. En 1 minuut is lang genoeg om de belangrijkste argumenten of vragen neer te leggen. En na die energieke 1 minuut pitchronde gaan iedereen vol energie aan de slag met de discussie en kan ook snel de diepte ingaan. De derde verrassende werkvorm bij een vergadering is simpelweg hand opsteken. Stel een duidelijke vraag. Wie is voor? Wie twijfelt nog? En door het hand opsteken wordt in 1 oogopslag duidelijk wie er voor en wie er tegen het voorstel is. Na het hand opsteken kan dan weer de discussie gewoon plaatsvinden en gaat ook weer sneller de diepte in. Groot voordeel is dat als iedereen voor het voorstel is, je geen discussie nodig hebt, want iedereen is al eensgezind. En als je ziet dat 1 of 2 mensen nog twijfelen, is het juist interessant om die 2 mensen extra te bevragen waarover twijfelen ze nog, kan het voorstel verder verbeterd worden of zien ze echt een goede reden om het voorstel niet door te laten gaan. 1 belangrijk advies bij de beide werkvormen, zowel het hand opsteken als het werken met de pitchronde, is dat je goed moet luisteren naar die mensen die tegen het voorstel zijn, zeker als het een minderheid is. Anders krijg je het intimidatie-effect, waarbij die paar mensen die twijfelen aan het voorstel niks meer durven te zeggen, want ze denken, ik ben toch in de minderheid. Maar het is juist goed natuurlijk om te luisteren naar diegenen die kritisch over het voorstel zijn. Kortom, volgende vergadering, gebruik daarbij voor de variatie eens de flip-over, de pitchronde of het hand opsteken. Heb jij nog een mooie tip om saaie vergaderingen aantrekkelijker en levendiger te maken? Laat het dan weten in de comments hieronder. Vind je dit een leuke tip? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je voortaan makkelijker onze nieuwste video's kunnen vinden? Klik dan op het logo.